Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ja, dit is Boris. Boris? Boris? Ach, Boris. Dan niet je poot op tillen. En heb je buiten gedaan. Boris. Boris, kom. Boris. Doe dat niet zo vervelend. Boris. Sorry hoor voor de herrie, maar ach, Boris, hij is altijd zo zenuwachtig, hè? Als ik naar de dierenarts moet, ach, kijk dat toch, hij trilt helemaal. Oh. Wat een leuk hondje. Oh ja, dankjewel. Dit is een rotweilertje. Een heel lief beestje, maar wel eentje met een gebruiksaanwijzing. Ja, en met jeukje, daarom laat ik hem keuren. Gelukkig is het niet zo druk, hè? Soms zit je hier tijden te wachten, weet je dat? Ik zit hier anders al een half uur. Oh jee. Ja. Hoe laat heeft u een afspraak? 2:30. Oh, ik al om 2:15. Oh. Ach, Saartje hoeft alleen maar een prik, zo gepiept. Ja. Zeg, ik heb gehoord dat die dierenarts een hele aardige vrouw schijnt te zijn. Ja, zeker. En ze neemt ook alle tijd, zoals we ja. Oh, goeiemiddag. Goeie. Hallo. Ik wil niet nieuwsgierig zijn hoor, maar waar heeft u uw huisdier verstopt? Hier is Sis. Oh Sis! Ja. Hey, van Sis kinderen, dat wel een leuke naam. Zeg, meintie. Nee, maar ik zal hem nu maar even niet aaien. Hij voelt aan dat er wat staat te gebeuren. Ach, dat lijkt me Boris wel, zeg. Is hij ziek? Een beetje depressief. Depressief, dat? Daar heb ik er nooit van gehoord. Hoe weet u dat hij depressief is? Rat is een hele intelligente dier, hoor. Het zijn net mensen. En ik merk aan hem dat hij niet zo lekker in zijn vel zit. Normaal gesproken is dat een luie dweil, maar de laatste tijd trekt hij zich terug in een hoekje en dan bijt hij zichzelf. Sis zit onder de kale plekken. Nooit aan gedacht dat hij wel eens gewoon ziek kan zijn? Misschien mist hij wel een soortgenootje. Ja. Ja, dit is Joep. Ja. Normaal gesproken zijn Sis en Joep onafscheidelijk, hè? Maar omdat met z'n tweeën in één binnenzak te proppen, dat ging wel te ver. Joep is mee voor de geestelijke ondersteuning. Jongens, maar een dierarts is toch geen psycholoog? Nou, of heb je voor beesten ook al antidepressiva? Ik kan het u straks vertellen. Aan de andere kant, ik heb een keer een documentaire gezien op de televisie over India. En daar werd een varken geïnterviewd die problemen had met zijn depressieve slang. Ja, die man kon fluiten wat hij wilde, het beestje weigerde uit zijn mandje omhoog te komen. En die varken kon natuurlijk fluiten naar zijn inkomen. Ja, precies. Ja. Maar hij heeft een alternatieve arts in de arm genomen en dankzij bepaalde ontwikkelde medicijnen heeft hij de slang van zijn depressie afgeholpen. Er waren daarna zelfs dagen dat het beestje weigerde in zijn mandje terug te keren. Nou, dat klinkt me meer in oor als Viagra. Nou, stil mijn boek. Laat maar zitten. Tegemoet. Saar, gedraag je, of vindt u het heel erg vervelend om daar te gaan zitten? Saar heeft zo'n hekel aan katten. Goed hoor. Geen probleem. Is het hier een soort spoedgeval? Want ik hoor helemaal geen stemmen hierachter. Oh jee. Ach, dat zal toch niet. Al die mooie tijden van de dag. Jeetje, de hele middag krijgt maar één klein prikje. Zeg, wat mekeert uw kat? Poekie is gisteren voor het eerst in een boom geklommen. Ja, en toen hij eenmaal boven was, toen kwam hij erachter dat hij dus eigenlijk hoogtevrees heeft. Oh, drama, niet normaal. Mijn man die heeft hem met een ladder uit de boom moeten plukken. Ja, en die kwam in een paar fikse halen over zijn neus weer beneden. Ja. Misschien moet hij dan eerst even met die man naar de huisarts. Ach wel nee, pleistertje erop klaar is, Kees. Maar ja, nu is hij dus helemaal gestrest, hè.
wil niet meer eten, zit de hele dag in een hoekje te bibberen. Wie, Kees of die kat? Ja, Poekie natuurlijk. Ja, dan heb je een depressieve rat en een gestreste kat. Een rat? Hallo! Naar wie ben ik? Naar mij. Heeft u daar een kanarie of een parkiet? Geen flauw idee. Hij heeft zijn hele kooi ondergescheten. Ik heb hem in de tuin gevonden. Volgens mij markeert hij wat als een vlerkje. Die schaadt laatst. Maar dan vind ik het toch wel mooi dat u met die vogel even naar de dierenarts komt. Oh, als het er mij had gelegen, had ik hem mooi laten leggen. Maar mijn kleine zo was compleet overstuurd. Stond schrap dat ik een beest hier naartoe bracht. Ja, het is straks natuurlijk het eerste wat hij dan vraagt, hè, als hij uit school komt, met die schaafluister in. Depressiever. Wil je op die tuin gaan zitten? Ik wil niet van zeggen, hoor. Voor een depressieve rat is je aardig leven zo rustig. Ja, ik dacht dat het zo lui het wel was. Een depressieve rat? Volgens mij is dat meest net zo gestrest als mijn boekie. Was het niet toevallig Joep die ontsnapte? Hé, Joep zit hier. Oh! Dol op muizen en ratten, maar spinnen pak ik zo vast hoor. Zelfs die grote harige. Nou, ik vind dat dieren als muizen en ratten niet als huisdier moeten worden gehouden. Een hond of een kat, oké. Maar een rat. Nou, wij vinden een rat of een muis in een kooi beter als in de keuken. Dat is niet waar. Goedemiddag. Voor de wachtkamer zie ik. Nou, wie ben ik? Normaal. Volgens mij doet die feest een rugslag. Nou, dat heeft u goed gezien. Zeg, leeft die vis nog wel? Als het beestje dood zou zijn, dan zag ik je dan niet, hè? Nou, ik vis maar wat. Ja, als dierenarts moet er een hoop verstand hebben van beesten. Ik bedoel, hoe kan je nou zo'n vis controleren zonder maar het water te halen? Nou, ik heb gehoord dat deze dierenarts een enorme specialiteit heeft wat betreft vissen. Tenminste, als de vakliteratuur mij niet bedriegt. Ach, mensen, op bezoek kost je toch een kapitool voor een paar euro in nieuw goudvis die de borstkraal voor je doet. Zo te zien praat u wel met de vis. Mijn Danny is niet een gewone gouden vis, maar een peperduur Japans vechtkarpertje. Wat bezit u in hemelsnaam om een dure Japanse vis in zo'n kom te houden? Nou, omdat hij het buiten het watertje niet zo best doet. Zo'n vis hoort hier niet thuis. Die moet vrij kunnen rondzwemmen in een of ander watertje daar waar hij vandaan komt. En trouwens, tegen wie moet die vis vechten? Tegen dat plantje dat in die kom door. Wegvis versus waterbest. Nou, ik kan wel horen dat u totaal geen verstand heeft van vissen. Mijn daddy is een Kyokushin karate karpertje tiende dan. Dat alleen existeert op een dieet van peperdure biefstuk. Ik heb het diertje voor een enorm bedrag in een speciaalzaak gekocht. Hè. En ik weiger te geloven dat beestje na 14 dagen een kilo's peperdure biefstuk nou al de geest geeft. Dit doet het een of ander hoor. Maar een vis die zo op zijn zij ronddobbert, ook al is hij nog zo duur en zeldzaam,
Lijkt mij niet echt levensvatbaar meer te zijn. Weer een beest dat door de mens om zeep is geholpen. Wat dat betreft ben ik het volkomen eens met die mensen van het Dierenbevrijdingsfront en die andere dierenactivisten. Wat doet u nou? Ja, dat beest is dood hoor. Die is uitgevochten. Als u was, zou ik hem weer teruggaan naar de handelaar en de schadevergoeding. Nee, dat moet ik niet. Wat doet u nou? Jij bent een gemeente. Maar u weet toch wel dat dit de wachtkamer van de dierenarts is? Jazeker. Oh. Klopt zich. U heeft toch wel een huisdier? Ik heb een poes. Ja, ik ook. Ik niet. Hier een bandje, hè? Bandje. Maar waarom heeft u de poes niet meegenomen? Ja, ze mankeert wel wat, ja, maar ik kon mijn sportje niet te pakken krijgen. Ik ben uren en uren bezig geweest en het werd later en later. Toen heb ik maar besloten om alleen te gaan. Mama, hoe gaat u het dan die dierenarts uitleggen dan? Ik kan toch vertellen wat de symptomen zijn? Zo van als ik hier op hem druk, dan heb ik het idee dat het daar pijn doet. Ja, lacht u er maar om. Maar ik ben ten einde raad. Mijn sportje is bij alles en ik zie haar gewoon wegkwijnen. Nou, als ik hoor wat een moeite u heeft gehad om diertje te pakken te krijgen, valt het wel mee met die kat. Poes! Oh, mijn sportje is een poes. En ze ligt achter de toiletpot. En dat is een hele moeilijke plek om daar te pakken te krijgen. Nou, zo moeilijk lijkt me dat niet. Je pakt zo'n kat toch gewoon bij zijn nek wel. Ja, dat is zielig. Ja, nee, zeg maar niet zielig. Die katten zijn dat gewend, die voelen daar niks van hoor. Mijn spotje heeft een verleden. Ik ben heel erg voorzichtig met haar. Is zij misschien vroeger mishandeld? Nee. Spotje die was van de buren en die hadden kleine kinderen. Dat werd al veel te snel, veel te druk voor haar. En toen heeft ze ons huis als thuis uitgekozen. Ja, het arme beest had niet eens een naam. Toen hebben mijn man en ik haar Spotje genoemd. Omdat ze van die leuke vlekjes in haar vachtje heeft. Ja. En we kochten een mandje en een kattenbak en een hoge krabbaan met alles erop en eraan. Ja. En hele lieve leuke voederbakjes. Maar, want ze krijgt niet die harde droge brokken hoor. Nee hoor, we kopen speciaal kattenvoer. Ja. En mijn man, die heeft zelfs, al heeft hij twee linkerhanden, een kattenluikje in de deur gemaakt. Alleen dat was niet zo'n succes. Oh, werkte dat luikje niet goed dan? Jawel hoor, maar we merkten dat alle katten in de buurt gebruik van maakten. Ja, vind ik gek. Die ruiken natuurlijk dat dure voer. Die lepperen die bakjes graag voor je regen. Maar wat mankeert ze eigenlijk? Waarom hebben we hem niet meegenomen? Nou ja, sportje begint tekenen van ouderdom en van slijtage. Ja, die tekenen hebben we nu. En ze kan niet eens meer de trap op. Nee, we moeten erop. Trap opdragen als op ons bed weer liggen en ja, ze gaat ook niet meer op de kattenbak. Zo oud is die kat? Poes! Spotje is een poes. Het is 19 jaar. Ja hoor! Dan ben je stokoud, die moet je lijden verlost. Je moet je laten inslapen. Dat is het. Nee, dat is zielig. Weet je wat zielig is? Dieren onnodig te laten lijden, dat was zielig. Zie je terug!
Nee, niet nog een keer. U heeft zeker geen kinderen? Wie, ik? Nee, zij. Dat weet ik toch niet? Ja. Maar we hadden wel een huip. Een huip? Ja, huip. Huip was onze houtduif. Ja, die zat vaak bij ons in de tuin. Ja, alleen werd Huip wel heel erg brutaal hoor, toen we hem eenmaal brood hadden gegeven. Ja, als we niet snel genoeg met het brood waren, begon hij agressief tegen het keukenraam aan te tikken. Ja, en dan moesten we heel snel maken dat hij zijn brood kreeg. Als we op vakantie gingen, dan vroegen we de overbuurman, die ook de plantjes verzorgde, om goed op Huip te letten. Ja. Alleen sinds de komst van Sportje hebben we Huip niet meer gezien. Hoe weet u eigenlijk dat we geen kinderen hebben? Nou... Omdat u uw poes als uw kind beschouwt, moet u niet doen. Nee, een beest is een beest. Ja. En als het tijd is om het beestje te gaan, moet je niet gaan lopen rekken. Weet u wat ik denk? Die poes van u speciaal in het kleinste kamertje gelegen om rustig op zijn eind te wachten. Alhoewel rustig, hè? Ze heb je wel regelmatig bezoek. Zeker als je de scheiterij bent. Zeg, en als hij nou straks is overleden, ga hem dan begraven. Daar heb ik nog niet over nagedacht. We staan er geen dierencrematorium. Mensen, die zijn veel te duur. Je pakt een plastic zak of een schoenendoos en de begraving komt ergens in de tuin. Wat heeft u eens hemelsnaam in dat doosje zitten? Een vibrator? Poekie heeft waarschijnlijk iets gehoord over dood en begrafenissen. Stil maar, Poekie. Dit gaat niet over jou. Poekie? Ja, Poekie, ja. Mijn kat, ja. Mijn kat die heeft namelijk een heel hoog IQ en die begrijpt alles wat er gezegd wordt. Ja, ja, en momenteel is die een beetje gestrest vanwege zijn recente ervaring met hoogtevrees. Hoogtevrees? Ja, en dan durft u mij uit te lachen vanwege de werkloos van mijn jarreman. Een vriendin vertelde me laatst dat een kennis van haar poes wilde laten opzetten. En dan kon ze er nog eens naar kijken, zei ze. Maar ja, er was een wachtlijst voor. Oh, wat hebben ze toen gedaan? Beetje in de vriezer gelegd. Ja, inderdaad, ja. En die zei van, nou, dan mag die kennis die, dat ze wel eens een grotere diepvrieskist mocht kopen, want die man van haar zag er ook niet aan. Die poes staat nou in volle glorie op de schoorsteenmantel. Nou, als ze zo groot zijn, begraaf ik ze gewoon achter in de tuin. Ja, dan weet ik nog een stuk of 6, 8 grote schelden, ja. En dan koop ik gewoon nieuwe. Nieuwe ratten, nieuwe kansen, zeg ik altijd maar. En een rat is dus niet zo duur als zo'n stuk vechtsushi. En een rat kun je ze gewoon vastpakken. Oh ja, ja, oh ja, ja, oh ja. Nou persoonlijk moet ik er niet aan denken. Om een rat in huis te hebben. Laat staan, twee. Het heeft toch geen standing om je bezoek te moeten waarschuwen tegen rondhuppelende ratten. Nee, mijn kerosinkaratten visitiende dan heeft nooit last van vlooien. En je hebt altijd een goed verhaal. Naar mijn kiakishinkaratenvisje kun je rustig kijken, word je helemaal zen van binnen. Ja, ja, ja. Je moet alleen niet je vinger in die kop steken. Nee. Oh. Oh jee, het is mijn man. Hallo? Ja, ja, ik ben in de wachtkamer van de dierenarts. Oh nee, koud en stijf? Ja, ja, dat is ze overleden. Ja, dat. Je durft het niet op te tillen. Nou, je moet de dierenambulance bellen, ja, en die brengen het dan naar het dierencrematorium. Ja, we moeten Sportje laten cremeren, ja. En dan een mooi bordje binnen te brengen. Een bordje voor Sportje. Wat? Nee, nee, dat mag niet. Dat, je kan en mag nou toch niet naar de wc. Ga maar naar de badkamer. Je gaat toch niet staan plassen als Sportje naar koude stijf dan in te nemen. Nee, dat komt op. Nee, wat? Wie?
Duk er maar toe met haar lievelingslakentjes, ja. Die wil die smiley stop, ja. Weet je, ik kom nu naar huis. Oh, ja, sorry jongens, ja, spoedgevalletje. Wie was ze aan? Mevrouw, wat is er aan de hand? Ik hoorde net van mij wat dat sportje overleden is. Dat schijnt me heel erg. Ja. Ze is wel mooi, 19 jaar geworden. Dat is een hele hoge leeftijd voor een kat. Poes! Poes! Spoedje echt! Poes! Nou, ik wilde vragen of dat u nog een keer naar Spotje kan kijken. Maar, waar is Spotje? Want u zei dat ze... Nou, mevrouw kon dat beestje niet te pakken krijgen. Ja, toen is ze maar zonder het beestje hier naartoe gekomen. Dus, u bent hier gekomen zonder... Oké. Maar mevrouw, snapt u wel dat ik geen advies kan geven over behandeling of medicatie zonder de kat onderzocht te hebben? Poes! Spotje was een poes! Hoe vaak moet ik dat nou toch nog zeggen? Nou, niet zo heel vaak meer als je geeft. Maar hoe dat maar toch al eens onderzocht? Ja, dat is zeker zo. En de laatste keer dat ik haar onderzocht had, ja, toen heb ik u wel verteld dat ze versleten was. Ja, op. Ja, ik snap dat u van slag bent, maar ja, aan elk leven komt wel een einde. Ook aan dat van uw poes. Ja. Weet u, u moet maar zo denken. Ze is bevrijd van alle aardse lasten. Ja, en zo te horen heeft ze nu een heel goed leven gehad. Ja, dat is wel waar, ja. Dan ga ik maar, hè. Ik moet een uitvaart regelen. Wie was er aan de deur? Nee, ik loop u maar. Geef hem op, dan komt hem vrouw bij de dokter. Ik zie het helemaal vol. Ik zie het helemaal vol. Dan komt die dokter vanavond thuis. Wat zegt hij dan? Er kwam vandaag een vrouw bij me. Die wilde de poes laten nakijken. Want ik had de poes thuis gelaten. Sommige mensen verdienen gewoon geen huisdier. Wat dat betreft ben ik het volledig eens met die mensen van het Dierenbevrijdingsfront. Dieren zijn nou eenmaal niet net als mensen. Je moet je ze waard maken. Nou, ik ben blij dat ik hier zo sentimenteel ben over mijn ruitjes. Nee, ik ben gewoon dol op die twee. Oh, nee. Dochter! Dochter! Help me!